Goed, we gaan naar opgave 23 van meting naar diagram, is deze paragraaf. Nou, heb je Nina en Birgit, die hebben de massa en het volume van verschillende blokjes marmer op twee manieren in een diagram uitgezet. Zie deze twee grafieken. Ze keuren dat deze, die linkse af, omdat hij niet voldoet aan de standaardnorm van een diagram. Oké, aan welke regel voldoet hij dan niet? Nou, ze gebruiken maar eigenlijk een heel klein gedeelte van de horizontale as, terwijl je eigenlijk het hele papier moet gebruiken, zoals hier gedaan is. Nina en Birgit zijn het niet eens over hoe in figuur 19b de grafieklijn loopt. Ze zien vier mogelijkheden en die staan hier dan gegeven. Geef met elke mogelijkheid aan waarom dat die goed of fout is. Nou, B is goed, dan komen ze meteen op. A is fout omdat je nooit punten met elkaar moet verbinden, maar altijd de rechte lijn moet trekken als de punten lineair verband hebben. Het is hier duidelijk zo. B, dat lijkt me de goede, hoewel hier waarschijnlijk een meetfout gemaakt is. Het aantal punten boven en onder de grafiek, dat moet zoveel mogelijk gelijk zijn. En dan zie je meteen waarom dat C fout is. Hier ligt er maar één punt onder en er liggen er wel drie of vier boven. Dus dat is niet goed, dat moet zoveel mogelijk gelijk zijn. En D is fout, omdat hier is blijkbaar systematisch fout gemaakt, want het is overduidelijk dat de grafiek door 0,0 zou moeten gaan. Dus dat is niet goed. Ja, dus er moet een vloeiende lijn getrokken zijn. In dit geval is dat een rechte lijn, want het verband is recht evenredig, dat weet je zeker. Je moet dus evenveel punten onder als boven de lijn liggen en je moet door de oorsprong gaan. Nou, gaan we naar de volgende. Een monoid bij een bepaalde uitdrukking U van de veer de bijbehorende trekkracht gemeten. Dit is de trekkracht en dit is de uitrekking. Zet het resultaat in een diagram. Oh ja, degene wat je zelf verandert komt altijd horizontaal, dus dat is de uitrekking. En degene wat als gevolg daarvan verandert, dat komt verticaal, dus in dit geval is dat de kracht. Bepaal de trekkracht op de veer bij een uitdrukking van 5 cm. Nou, dan ga je dus hier naar 5 cm toe. Dan ga je omhoog naar de grafiek toe en dan ga je naar links en dan lees je af. En dan is dat 1,65 newton. Laat zien dat het verband tussen de trekkracht en de uitrekking recht evenredig is. In dat geval is er een rechte lijn die door de oorsprong gaat. Dan heb je een recht evenredig verband. Nou, dit is een rechte lijn en die gaat door de oorsprong. Dus dit is inderdaad een recht evenredig verband. Bepaal dan, even kijken, de uitrekkingscoëfficiënt C. Het wiskundige verband tussen de trekkracht en de uitrekking is F is C maal U. En die C moeten we dus gaan bepalen. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat bepaal je door een zo groot mogelijk getal te nemen. Van zowel C als U, dus bij deze bijvoorbeeld. Dit is dan de F. Oh. Goed, dit is de f-waarde en dit is zo de u-waarde en dan deel je f deel je op u en dan krijg je c. En als je dat gedaan hebt, nou, hier heb je 3,5 newton gedeeld door 10,6 centimeter. Maar even terug, 3,5 newton gedeeld door 10,6 centimeter. Zo groot mogelijk, dan heb je zo weinig mogelijk fout in je antwoord. Even kijken hoor, waar is hij nou gebleven? Ja, daar heb je hem. Nou, heel 3,5 gedeeld door 10,6. C is dan 3,5 gedeeld door 10,6 van 10 min 2 33 newton per vierkante meter. Nou, gaan we naar 26. Staat een opstelling voor een lichtproef. Omen verschuift de letter L en de lens. Steeds zo, dit is letter L, dit is de lens. Dit is de lichtbron, dit is het scherm. Dat er een scherp beeld op het scherm te zien is. Hij meet dan de afstand van de letter L tot aan de lens, dus dat is deze afstand. En afstand van de scherm tot aan de lens, dus van de scherm tot aan de lens, dat is deze. Ja. Afstand van L tot aan de lens is trouwens deze. Ja. En dit is de afstand van het scherm tot aan de lens. Dat ging bijna fout. De resultaten staan in een diagram van 1,23 horizontaal, die afstand van de lens tot aan L en hier dan de afstand van de lens tot aan het scherm. Is het weer zo, horizontaal, dat verander je zelf. En als gevolg daarvan verandert die andere ook. Die zet je verticaal dan. Nou, toon aan of het verband tussen die twee recht evenredig is. Nou, bij een omgekeerd recht evenredig verband geldt dat de afstand van het scherm drie keer zo groot wordt. En dan wordt die andere afstand drie keer zo klein en andersom. Nou, hier staat het. Hier heb je 30 centimeter afstand van de lens, 60 centimeter afstand scherm tot aan de lens. Als je de afstand van L 90 zou moeten worden, dan zou die andere dus drie keer zo klein moeten worden. Dus dat is 20. Nou, dat is niet het geval als je dat opzoekt in de grafiek. Hier heb je 90 centimeter
En toen hoor je bij 20. En trouwens, als je hier het klopt overduidelijk niet. Hè? Als je de punten nazoekt, dan klopt het niet. Dus het is geen omgekeerd evenredig verband. Gaan we naar 27. Imke heeft het verband onderzocht tussen de weerstand R van een koperdraad en de doorsnede A van die koperdraad. En die staan in het diagram. Doorsnede en weerstand. Nou, laten we zien dat de weerstand omgekeerd kwadratisch evenredig is met de diameter D. Nou, bij een omgekeerd kwadratisch evenredig verband geldt dat als de weerstand, deze dus, n kwadraat keer zo klein wordt, dat dan de diameter n keer zo klein wordt. Dus als dit bijvoorbeeld 2 keer zo klein wordt, dan is dat dus 2 kwadraat is 4 keer, dan wordt de diameter 2 keer zo klein. Wordt deze 3 keer kwadraat is 9 zo klein, dan wordt deze 3 keer zo groot. Nou, dan ga je opzoeken. Bij D is 2,0 wordt R is 30 milliampère. En bij D is 2,0 zou dan het kwadraat van deze moeten horen. Dus dat is 9. Nou, als je dat op gaat zoeken, dan klopt dat ongeveer wel, hè? D is 2 keer zo groot en R is ongeveer 4 keer zo klein. Ik zeg het verkeerd, deze moet je natuurlijk niet maal 4 in het kwadraat doen, die moet je delen door 4. Want deze wordt 2 keer zo groot, dan wordt deze 2 kwadraat keer is 4 keer zo klein, dat is 7,5, nou dit is 8, dat klopt ongeveer wel dus. Bij B, bereken de weerstand bij een diameter van 8,0 mm. Nou, dan moet je hem opzoeken. Die is 2 keer zo groot ten opzichte van D is 4,0 mm. Dus 4 keer zo klein ten opzichte van 8 mm, dan is dat dus 2. C, bereken de weerstand bij een diameter van 1. Nou, ten opzichte van, is hij weer 2 keer zo klein, die diameter, als ten opzichte van de vorige. Dus wordt de weerstand 4 keer zo groot. En dat is dus ten opzichte van die 30 mm. Dat is dan 4 keer, is dan 120. Oké, leg uit welke meetonzekerheid hoort bij die weerstand. Dus C, gaan we even naar de volgende pagina. Als je gaat exponeren in de lijn, D is 1 mm, kan niet nauwkeurig... De spanning is erg groot, zie figuur 1-2. Een kleine afwijking in het doorteken levert dus minimaal 5 milliohm verschil op. Dus het goede antwoord is 0,01 ohm. Ja. Oké, gaan we naar 28. Voor een gas geldt onder bepaalde omstandigheden de wet van Boyle. P is V maal C, dat is druk, maar volume is constant. Druk is een newton per vierkante meter, volume is een kubieke meter, C is een constante. Leid af wat de ene van de constanten is, bepaal die constante waarde en bepaal dan diezelfde waarde van C als je P uitzet tegen, dit is moeilijk lezen, 1 gedeelde V, leg je antwoord toe. Nou, oké, gaat ie. Eerst maar eens even, dit is volume, P is V maal C, we gaan nu eenheden doen, vandaar die haken, invullen, newton per vierkante meter en kubieke meter, hier zijn ze ingevuld, alleen C hou je over. Nou, het is aan de linkerkant staat N en hier staat geen N. Dus hier moet een n staan. Hier staat delen door kubieke meter. Hier staat maal vierkante meter, sorry, maal kubieke meter. Dus dat is m. Dan moet hier ook een m staan. Nou, dat is precies wat hier staat. Als je de gegevens invult, hier hebben we de formule nog een keertje. V is c maal 1 gedeeld door p. Je vult die waardes in. En dan blijkt het dus dat die 7 moet zijn. Kijk, want deze is 7. Deze is 1, 1 gedeeld door 1 is 1, maal deze moet 7 zijn, nou, dan is deze ook 7. Even kijken, twee cijfers achter, twee significante cijfers hier, twee significante cijfers hier, dan ook twee significante cijfers hier. Nou, uit de formule C is P maal V volgt dat P is gelijk aan C gedeeld door 1 V, dat is gewoon deze omgeschrijven. Je deelt deze hier weg en deel je hier ook weg, dan krijg je dit. Nou, als je dus P zou uitzetten tegen 1 gedeeld door V, dan zou je een rechte lijn moeten krijgen. Ja, net als hier, hier is V uitgezet tegen 1 gedeeld door P. Wissel je die twee om, neem je hier P en dan 1 gedeeld door V, dan moet er ook een rechte lijn uitkomen. Zet je P tegen V uit, dan komt er natuurlijk geen rechte lijn uit. Ja, het is een omgekeerd evenredig verband, dus dan krijg je een hyperbool. Gaan we 29. Freya hangt een blokje aan een veer, vervolgens steekt ze het blokje een klein stukje naar beneden en laat deze los. Het blokje gaat op en neer bewegen. De trilling is nu... T is de tijd die van de laagste stand naar de hoogste stand en weer terug naar de laagste stand. Freya met de trillingstijd bij verschillende massa's van het blokje. Haar resultaten staan in de tabel, dat is deze tabel. Dus de trillingstijd en de massa bestaat uit wortelverband. Nou oké, laat zien dat bij de metingen bij 1,0 en 0,4 het wortelverband ondersteunen. Nou, daar gaat dit. Bij een wortelverband geldt als de massa 4 keer zo groot wordt,
wordt de trillingstijd dus wortel 4 keer zo groot, dat is 2 keer. Nou, eens even kijken, gaan we bij 0,1 kilogram kijken, dan is het een half. Bij 400 zou het dan het dubbele moeten zijn. Nou, 0,99, dat zit er wel heel erg dichtbij, dus dat klopt wel. Zet de resultaten zo uit een diagram dat de grafieklijn recht is. Dan kun je dus de tijd kun je, de trillingstijd kun je laten staan en dan neem je 1 gedeelde m. Andersom zou ook kunnen, je zou de massa kunnen laten staan en 1 gedeelde t nemen. Nou, hier staat een van die twee getekend. Je ziet dus een prachtige rechte lijn. Moet je dus eerst, omdat je hier wortel m neemt, ik zei 1 gedeelde m, maar het is wortel m natuurlijk, moet je eerst natuurlijk dat dit is wortel m's uitrekenen en in een derde kolom erbij zetten. Nou, we bepaalden met verschil van de gram de evenredigheidsconstante. Dit is de formule, t is dus c maal wortel m. Nou, als je t is 0,94 neemt en wortel is dan 0,60, die haal je gewoon uit deze grafiek. En je vult die in, dan krijg je 0,94 is c maal 0,60. Nou, die c is dan natuurlijk die delen door die. En dan ben je er. En dat is 1,6. Twee significante cijfers deze. Deze twee ook twee significante cijfers. Dus ook twee significante cijfers bij deze. Na 30. Als je fiets ondervind je een tegenwerkende kracht van de lucht. Die kracht heet de luchtweerstand. Door de luchtweerstand geldt dat de luchtweerstand is cw. Dat is een constante maal oppervlak maal snelheid in het kwadraat. Hier staan de eenheden erbij, meter in het kwadraat en meter per centimeter. En hier hebben we dan een diagram met de luchtweerstand als functie van de snelheid in het kwadraat. Dus hier staat de luchtweerstand, hier staat de snelheid in het kwadraat. De frontale oppervlak van de fiets is 0,4, dat is dus die A. We rekenen dan met behulp van de diagram de constante cw. Nou, dit is de formule. F lucht is c maal v kwadraat met c is cw maal A. Die ga je dan invullen, 9,0 newton, die haal je uit de grafiek, dat is hier, dit punt. En er hoort dan bij 40 voor de snelheid in het kwadraat, die vul je in. Oppervlakte is A, die is 0,4, dat is gegeven hier zo. Nou, alleen deze CW-waarde over, dan moet je deze twee met elkaar vermenigvuldigen en het getal wat je dan krijgt, deze gedeeld dan door dit getal. En dan komt het uit 0,562. Kijk, is dat nou het goede aantal significante cijfers? Dit zijn er 2, dit zijn er 2, dit zijn er ook 2. Je moet antwoord ook in 2, 0,56 of 5,6 maal 10. Dat mag min 1, mag ook. En dit is de eenheid die erbij hoort. Newton maal seconde inderdaad gedeeld door de meters tot de vierde macht. Oké, gaan we naar 31. Op een bouwplaats zie je soms een torenkraan om zware voorwerpen te verplaatsen. De torenkraan bestaat uit een mast en een kraanarm. Dat zie je hier. Op de kranen van de torenmast geven bordjes de afstand tot de mast aan. Bij elke afstand van de mast hoort de maximale massa die de torenkracht kan verplaatsen. En hoe verder van de mast is, hoe lager dat natuurlijk is, die massa. Dan heb je twee diagrammen. Lengte tegen... Wat is dat? Een massa, denk ik. En hier heb je 1 gedeelde lengte ten opzichte van de massa. Laat een voorbeeld zien dat de twee diagrammen dezelfde resultaten geven. Maximale, oké, nou gaan we eens even kijken. Lees bijvoorbeeld af, 15 ton. Dat is hier en dat hoort bij 10 meter. Oké, in die andere figuur 15 ton, je moet dan 1 gedeelde door doen. Dat is 0,1, dus dan ga ik hier naar 15 ton en dan zit ik hier bij 0,1. Ja, want 10 meter, omgekeerd ervan, is 1 gedeelde 10, of dan 0,1. Nou, B, leg uit welke diagram je het beste de maximale afstand bij 50 meter kunt bepalen. Nou, het lijkt me handig dat we bij een rechte lijn te doen. Dus bij deze gaat dat beter dan bij die. Natuurkundigen hebben altijd graag rechte lijnen. Dan kun je lekker nauwkeurig gaan meten. Is de evenredigheidsconstante van de torenkraan B groter of kleiner dan die van de torenkraan A? Oh, dan gaan we het even over een andere torenkraan hebben. Voor torenkraan B geldt deze maximale mast gedeeld door 330 gedeeld door de afstand tot de mast. Ja, de evenredigheidsconstante volgt uit de grafiek van 1,33. Dus als je dat in doet, die vul je dus in. Dus die 15 ton die we net hadden en die 0,1 meter, die vul je hier in. Hou je C over, die blijkt dus 150 ton meter te zijn. En dat is groter dan bij A, want hier is het 330. Ja, dus zodoende. 32 dan. Die doen we in het volgende filmpje, want de tijd is bijna op.